tot Haarlem had ik de coupé in de trein naar Den Haag alleen gehad. Toen kwam een jonge moeder met haar zoontje op de bank tegenover me zitten. Het jongetje, dat blond was en een jaar of 4, 5, had zijn beer bij zich en, na al spoedig bleek, ook zijn dropjes. Hij keek me even schattend aan en zei toen: ik ga naar Den Haag, slapen bij mijn oma. Ik onderga het altijd als een onderscheiding wanneer een kind, na een blik op mij geworpen te hebben, niet spontaan in schreien uitbarst, maar het woord tot mij richt. Dat is fijn, zei ik. Hij knikte met een brede, vergenoegde lach die twee kuiltjes in zijn wangen teweegbracht. Hij was een zeer blij, onbevangen jongetje, met een moeder wijs genoeg om hem niet te interrumperen. Ze liet hem glimlachend zijn gang gaan. Moet jij ook naar Den Haag? Vroeg hij. Ja, zei ik. Naar je vader? Vroeg hij. Nee. Waarom niet? Nou, mijn vader is allang dood, zei ik. Is hij doodgeschoten? Vroeg hij. Nou, gelukkig niet, zei ik. Hij is gewoon dood gegaan. Hij wees opeens geestdriftig naar buiten en riep: een happert! We reden langs een bouwput waar zo'n enorme grijper bezig was in de aarde te bijten. Ik heb thuis ook een happert, stelde hij behagelijk vast en mij aankijkend. Wil je een dropje? Nou, ik heb nu niet zo'n trek, zei ik. Hij nam er zelf wel een. Het was een enorm grote drop die hem in de conversatie even buiten gevecht stelde. De trein stopte en er trad een middelbare man binnen die naast mij plaatsnam. Het jongetje had zijn mond leeg en keek enigszins kritisch naar de man. Toen zei hij een beetje meewarig tegen mij: nou moet je tot Den Haag naast die meneer zitten. De man, die juist een ochtendblad ontvouwde, schrok een beetje en sprak: ja, ik zit graag naast je vader. Het was wat ze in de Amerikaanse journalistiek een complete misser noemen. Maar het feit dat de man zich een hele generatie vergiste was misschien toe te schrijven aan zijn zeer zware brillenglazen. Waarom zit jij graag naast mijn vader? Vroeg het jongetje. Nou, dat vind ik leuk, zei de man. Ken jij mijn vader dan? Nee, dat niet, zei de man. Zelfs op internationale conferenties praten de mensen niet zo langs elkaar heen. Kijk, weer een happert, zei ik, want het toeval was zo vriendelijk ons opnieuw langs een bouwwerk te voeren waar zo'n toestel stond. Hij keek ernaar zolang het mogelijk was. Toen vroeg hij: ga jij straks in Den Haag met de tram of met de taxi? Ik ga lopen, antwoordde ik. Moet je dan over een klein weggetje onder een bruggetje door? Vroeg hij bijna hoopvol. Ja, zei ik maar, want ik wilde hem dat bruggetje niet afnemen. Wij gaan met de tram, zei hij. Als je me in de tram ziet, wuif je dan naar me? Ik beloofde het. We stopten in Den Haag, mede door zijn toedoen, want hij remde zeer krachtig met zijn rechterbeen. Op het perron ging zijn moeder bloemen kopen. Toen ik de trap afdaalde, hoorde ik hem roepen. Hij zat breed lachend, met zijn beer in zijn linkerarm gekneld, gehurkt achter de spijlen van het hek, en hij wuifde naar me. Ik wuifde terug, zolang het mogelijk was. Toen liep ik vrolijk het station uit. De dag was goed begonnen. Ik had er een vriendje bij.